In mijn video Uitslagen van cilinders heb ik aangetoond dat dit de formules zijn voor de inhoud en de oppervlakte van een cilinder. En daar gaan we wat mee oefenen. Met name met de oppervlakte van een cilinder. Van de cilinder in figuur 2.61 is de straal 3 cm en de hoogte 4 cm. Nou, bereken nou in vierkante centimeter nauwkeurig de oppervlakte van de cilinder. De oppervlakte van een cilinder is 2 keer de oppervlakte van de grondcirkel. Dat is eigenlijk hetzelfde als die rode formule die onderaan staat, want de oppervlakte van de grondcirkel is gewoon pi r kwadraat. En de oppervlakte van de cilindermantel, dat is gelijk aan 2 pi r h. Dus die kan ik gaan invullen. De straal van de grondcirkel is 3, dus die vul ik in. En ja, die vul ik nog een keer in bij 2 pi r h op de plek van r. En h, de hoogte van die cilinder, is 4. Nou, dit kan ik uitrekenen. En er staat in vierkante centimeter nauwkeurig. Dus dit kan ik dan vervolgens op de rekenmachine intypen, 42 keer pi. En dat doe ik dan afronden op gehele vierkante centimeter. Dus ja, dit is een relatief simpel voorbeeld hoe je onderstaande formule kunt gebruiken. Nou, een ander voorbeeld. De gemeente Baanhuizen die wil de skatebaan in figuur 2.62 bekleden met staalplaten. De skatebaan die bestaat uit een rechthoek en 2 kwart cilinders. De benodigde platen die kosten 1,75 euro per vierkante decimeter. En je moet nu gaan berekenen wat de materiaalkosten zijn die hiermee gemoeid zijn. Eerst zelf proberen, hè. Nou, als we gaan kijken naar de rechthoek, dan zie je dat de totale skatebaan die heeft een diepte van 12 meter. En de straal van zo'n kwart cirkel is 3 meter. Die moet ik er dan 2 keer van afhalen. En dan kom je op 6 meter uit. Dus dat wil eigenlijk zeggen, de breedte van die hele skatebaan was al 6 meter. Dus je hebt een rechthoek van 6 bij 6 meter. Nou, de 2 kwart cilinders die vormen samen een halve cilinder. Nou, de straal die is gelijk aan 3 en de hoogte die is gelijk aan 6. En waar is de oppervlakte daarvan gelijk aan? Ja, nu moet je even goed opletten. Nu hebben we het gedeelte 2 pi r kwadraat niet nodig. Want dat geldt voor de grondcirkel en voor de cirkel aan de bovenkant. Ik heb nu dus alleen maar het gedeelte 2 pi r h nodig. Nou, die 6 bij 6, dat was de oppervlakte van de rechthoek. En wat tel ik daarbij op? Ja, de helft. Want ik heb een halve cirkel, hè, die 2 kwart cirkels. De helft van 2 pi r h. Nou, r was 3, h was 6. Dus dat is gewoon letterlijk invullen. Dan kom je hierop uit. Nou, dat rond je af op vierkante meters. En vervolgens zet je dat natuurlijk om naar vierkante decimeters. Want de kosten zijn gegeven in 1,75 euro per vierkante decimeter. Nou, die vermenigvuldig ik met elkaar. Dan kom je uit op 16.196 euro. En dat is hier het antwoord. Dat is wat het kost om deze skatebaan te bekleden met staalplaten. Hopelijk vond je dit een leuke video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste nieuwe video's.